Hallo mensen, welkom terug in Valiant Hearts The Great War. En ja, welkom terug tot deze geweldige muziek. Het is een hele poos geleden sinds ik dit heb gespeeld. En ik was eigenlijk vergeten hoe mooi deze muziek was. Ik laat jullie even genieten van deze muziek. Maar ja, dat was denk ik wel genoeg om te beseffen hoe mooi de muziek in deze game dus is. Maar goed, we gaan niet de hele tijd over die muziek praten. We gaan gewoon lekker spelen. En ik weet niet meer waar we zijn. Sorry. Mond houden. The bloody battle of the Somme still raged on. 206,000 British soldiers would lose their lives there. Freddy was commissioned to drive the newest weapon of war. A major progress in a conflict that was literally stuck in the mud. De zon. Een tank? Mag ik in de tank? Oh! Daar ga ik maar niet heen. Kan ik in die tank? Oh, wacht, nee, die tank is kapot. Dit is niet het begin van de missie. Die tank is kapot gegaan, dit is ook zo. Oh shit. Laat maar. Volgens mij moet ik weer terug omhoog. Ik moet dit doen. En dan moet ik terugrennen, denk ik. Nee. Moet ik dan met de lont mee gaan rennen? Ja, ik moet hem uitzetten. Oké, okay. Dan pak ik deze collectible op. Een telegram, oké. Een granaat. Altijd handig. Oh, wacht. Die granaat moet ik hierin gooien. Dat ging niet helemaal goed. Oh, nee, ik moet hier gaan staan. Daar kan ik niet op. Ik denk dat die granaat eerst daarop gegooid moet worden. Ja. Ah, en nu kan ik deze koffer. Ja, medikit. Van de Duitsers zelf. Hierheen duwen. Dan kan ik hierop gaan staan. Dan kan ik die granaat hoger gooien. Vangen! Ah! Ren, weg! Ah! Boom! Yeah! I'm Freddy and I'm awesome. Nu moet ik denk ik terug omhoog. Ja! En doorlopen, wou ik echt zeggen. Ik zie nu mijn mede-Engelse. Nee, ik ben Amerikaans. Freddy is Amerikaans. En nu? Kan ik hier gewoon doorlopen? Nee. Ah! Ik moet nu weer in de tank. Forward! Men! Hop. Die is kapot. Doei! Beetje kutbunker. Door het vliegtuig, stort maar neer. Bunker gaat er ook aan. Moet natuurlijk wel zoveel mogelijk mannetjes mee weten te krijgen. Oh, doorrijden. Doorrijden. Ah, ze leven allebei nog steeds. Oh, nu gaan ze wachten. Dus nu gaan ze dood. Of ik ga dood. Oh. Mijn kanon is kapot. Van Dorf! Mwaha. Fight. Allebei de kanonnen zijn kapot. We gaan elkaar nu rammen. Ja. Oké. Sick slow motion gevecht hier zo. Mis. Wam. Op je muil.
vind die slow motion er niet helemaal goed uitzien, maar goed. Oeh, zijn tand valt uit. Wat betekent het nou dat... Too many missteps and too many battles lost, Baron von Dorf was demoted and moved far from the front lines. Oké, okay. Van Dorf is niet dood, maar hij vindt dit erger. Dus ik had hem goed kunnen vermoorden. Maar ja. January 18th, 1917. Emil, wat een heel mooie muziek. Oké, okay, sorry, ik ga stilstaan. Anna to travel to San Miguel to find his daughter and share the sad news of Carl's death. Hij is niet dood. Anna set off immediately. Nee. Dit is Carl. Hij gaat naar huis. Oh, wat is deze muziek zielig. Het is echt mooi. Oh, die stopt het weer. Nee! Nee, Fransen. Ja, fiets me lekker door, zingend. Nieuw dagboek. Oké. Okay. 15 september. Ik struin nu al 4 maanden over het platteland. Ik sterf van de honger, maar het dorp moet ik mijden. Ik heb het geprobeerd, maar ze herkenden mijn accent. Ik was bijna gearresteerd. Ik moet voorzichtig zijn. Ja, dat moet je inderdaad. Maar ga toch maar wat voor eten vragen. Of zoeken. Wat gebeurt daar? Oké. Okay. Het meisje wordt dus zit in de boom, want ze is bang voor de honden. Maar plafond de honden bijten niet. Ho, politie. Oh, en zij wil het meisje. Dat is de moeder. Gaan de Wouter er nog helpen? Oh, nee, zij leidt de politie af. En nu kan ik met deze stok die honden wegleiden, wat? Ja! Hey! Ja, grote meid, gaan we terug naar mama. Ze hebben niet eens iets gedaan. Het is zo mooie muziek. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez. Oké, okay, ik moet omhoog. Oh. Wacht, hier is geen trap. Hier is de trap. Oké, okay, dus ook. Oh, oké, okay, er zijn gewoon 4, 5 politieagenten. Heeft iemand ze gezien? Nee. Hier hangt een pak. Nu ben ik een bakker of zo? Huh, wat? Kan ik op dit paard? Nee. Ik ben nu een bakker of zo. Maar ik mag blijkbaar doorlopen. Ho. Oh. Toch ga ik me nog even verschuilen voor de politieagenten. En de muziek die wordt tense. Exhausted. Starving. Carl realized he'd never reach San Miguel. Ja. The strength fading. Destiny still. Anna! Ik zocht echt heel lang naar de naam. Anna is hier, ze heeft hem gevonden. They were only about 20 miles from San Miguel when their hopes were again dashed. Nee. Oh. Gelukkig, het is alleen de auto. Ja, muziek. Zoek een wiel. Fietswiel? Oké, okay, ik moet dus even die pakken aan hebben. Kan ik niet gewoon met een van hun ruilen? Ik moet zijn pak aan hebben, die gozer die erboven staat, om het wiel te krijgen. Ja, jongen, zoek maar. Nee. Ja, braaf.
Hij heeft een collectible, maar dat kan ook een collectible die boven ligt zijn. Maar ik moet dus een politieagent worden of een soldaat worden om naar binnen te kunnen. Ik zie er iets hangen, dus daar zou ik iets kunnen doen. Politieagent, pak je. Ding. Gendarme, pak je. Oh, wacht. Ik zat zo, wat moet ik hier doen? Maar hier kan ik naar beneden. Hier mag ik alleen als politieagent heen. Oh, wacht, ik kan hier gewoon heen. Oh. Dat was handig. Ja, dat weet ik. Nu weet ik het wel, oké. Nee, niet naar beneden, naar rechts. Ik ga nu wachten. Oh. Naar boven gaan werkt ook niet bepaald. Oh, nu blijft hij telkens het kledingstuk laten zien. Maar ik moet hier dus voorbij lopen. Rothond. Oké. Nu ben ik politieagent. Nu herkennen ze me niet meer. Hallo, soldaten. Ik ga eens kijken wat hier gebeurt. Oh, wacht. Hier is gewoon een collectible. Een zakdoek? Wat? Kan ik naar beneden? Kan ik de ladder naar beneden doen? Oh, ja, nu heb ik ook een soldatenpak. Waarom zou ik dat willen? Omdat ik drank wil hebben of zo. Oh, wat? Gaan we zoeken, gaan we zoeken. Gaan we zoeken, jongen. Een politiepet. Nu kan ik drank pakken. Ik heb zo het gevoel dat ik dat politiepakje naar de andere kant moet brengen. Want hier kan ik nu naar beneden. Nu kan ik dat andere gebouw in. Maar het zou niet voor niets zijn dat ik daar ook nog... Dat ik dat ook. Oké. Okay. Ik mocht geen drank mee, maar goed. Hier is de trap. Waarom kan ik hier dat ding weer pakken? Mag je als politieagent wel drank mee of zo? Is hier een collectible? Nee. Oké, nu. Ik moet dus drank meenemen voor hem. Nee, dan ga ik eerst. Ik pak hier drank. Zo. Dan ga ik hier weer staan. Dan word ik weer politieagent. Waardoor ik nu mijn drank mee mag nemen. Hoop ik. Hoop ik. Ja, mooi. Dan word ik nu weer... soldaat. Want dat werkte net. Oh, gaan zij nou mijn drank nu ook afpakken? Nee, mooi. Klop, klop, klop. Hey, amène-moi, petit sabin. Hey, what? Oh, laisse-moi, bro. What? Hop, hop, what? Wat gaat hij nou doen? Oh. Ja, jij bent nu boos.
Ja. Oeh. Een dame. Zo. Allee. Ook al is het pak vies, heeft hij wel het pak uit. En iedereen gaat goed staan. En dan kan ik het wiel pakken. Waarom is dit zwaar? Ik heb al 15 minuten opgenomen. Dus waarom is dit zo zwaar? Ik moet snel kunnen lopen. Ja joh, het zal niet opvallen hoor. Dat je commandant met een wiel aan het slepen is. De commandant gaat weg. Doei. Doei. Ik ga even een ritje maken met deze dame. Hé, hey, ja, la 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 la. Wat? Oké, dit ga ik nog even doen. Hij heeft ook nog niet opgeslagen, dus... Doei. Doei. Ja, dit is weer op de muziek. Oh. Dit is zo Oh shit. Dit is ook zo mooi in deze game. Dat die muziek op tempo. Dat dit soort dingen op de maat van de muziek. Bewegen. Nou, deze autootjes niet, want die ontploffen gewoon. Maar zoals hij. Die mortars. Die gaan op de maat van de muziek. Zo cool, shit! Doei! Oh. Er wordt meerdere granaten hebben. Oh, 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 oh. Dat mag niet. Hoe kun je zoveel granaten hebben? Dat mag niet. Oh, nu komen zij weer. Ja. Oh, ik ontplofte weer. Wat nu? Oh. Nog een keer. Ja. Oh. Hij is nog steeds niet helemaal stuk. Oh, 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 oh. Nog één keer raak. Hij mag me niet nog een keer raken. Nee! Ga ik op hetzelfde plekje staan? Doei! Hehe, eindelijk! Eindelijk is hij dood. San Miguel, at last. Oké, hoofdstuk 4. De rebellie. Nee, niet de rebellie, rebellie. Hij heeft het opgeslagen. Ik ben al 22 minuten bezig. Normaal doe ik 15 minuten voor Valiant Hearts. Maar goed, ik hoop dat jullie het leuk vonden. We gaan de volgende keer natuurlijk gewoon verder waar we nu gebleven zijn. Ik bedank jullie allemaal heel erg voor het kijken. Vond je dit nou een leuke video? Laat dan even een like achter of subscribe zelfs. En ik zie jullie allemaal weer in de volgende video. Ciao. Oh.
ik weet het weer. We zijn ontsnapt en ik werd bijna gegrepen.